Goedemorgen, de stroom is weer uitgevallen. Maar dat geeft helemaal niet. Het is nu te laat om bij het guesthouse een ontbijt te krijgen. Dus ja, laten we gewoon even in de buurt checken wat er te eten is. Yay, de stroom doet het weer. Ik ga weer op pad, maar ik wil even mijn buurtje laten zien. Kijk hoe mooi die kindjes hier zijn. Hallo. Dit is dus Emmanuel Homestay, waarbij ik verblijf. En dan hier aan de overkant, als je daar doorheen loopt, dan naar rechts en dan weer naar links. Dan kom je bij de yoga place. Het is echt 2 minuutjes lopen, super snel. En dan deze kant ga je naar de grote weg. Zuid-India is trouwens de plek waar je moet zijn voor Ayurvedische beautybehandelingen. Dus dat zijn hele natuurlijke behandelingen. En dan komen we hier bij de grote weg. Van die kant kom je zeg maar het stukje op waar ik zit, bij Fort Kochi. En dan gaan we deze kant op voor een ontbijtplekje. Dat toeteren vind ik trouwens nog wel meevallen. Het is een beetje net, zeg maar, net als in Bali, ze toeteren om te laten weten, hé, hier ben ik en kom eraan. We zijn nu aangekomen bij de rotonde. Wij gaan die kant op. Oké, we gaan oversteken. Deze kant is vrij. En dan die kant, komt de auto aan. Maar het is ook vrij normaal om naar de helft van de weg te lopen en dan zeg maar te wachten totdat de volgende auto voorbij is en dan weer verder te lopen. Oh, en je ziet hier ook best wel veel mensen fietsen. Je kan ook fietsen huren en zo. Het is gewoon vrij rustig. En dan komen we hier bij het danscentrum. Dat is hier het straatje in. Echt allemaal mini kleine straatjes. Hier zo een hobbelpaardje. En deze. Don't buy me. Wel heel mooi, die blaadjes hier zo. Dan eindig je dus hier bij een soort van park. Kijk, dat is toch ook cult, zo'n mannetje die een kar duwt. En dan gaan we hier naar... Is dat het park? Ja, volgens mij is dit wel het park. Maar daar heb je ook allemaal eetstalletjes. Maar daar was ik dus uitgevraagd door een jongen. Dus eigenlijk wil ik daar niet langs. Ja, of misschien maar gewoon gaan. Boeien. Ik had gezegd dat mijn man ziek lag op de hotelkamer. Ik was zo heel schattig toen hij dat hoorde. Was echt zo, oh, maar dan moet hij dus gele kokosnoot drinken. Niet de groene, maar de gele. Het schattig, terwijl hij me daarvoor nog had gevraagd om mee naar het strand te gaan s'avonds. Ik dacht echt, heel no. Maar dat is zo cute. Oh kijk, hier heb je het park. Maar ik ben er niet per se heel dol op, want hanggasten gaan daar dus heen en dan zitten ze met een groepje en whatever. Het is niet heel erg hoor, maar het is niet mijn favoriete plek of zo om te komen. En hier ook weer super vette street art. Kijk dit. En dan gaan we deze kant op. Dan gaan we hierin, Kashi Art Café. Even kijken. Oeh, dit ziet er wel heel tof uit. Dit is wel cool hoor. Oh, dit is echt leuk, joh. Kijk nou, helemaal open. Love it. Wow, check dit ontbijt. Ik heb een omelet met tomaat. Volgens mij hebben ze gewoon stukjes tomaat in de omelet gedaan. Watermeloen, toast en komkommer spinaziesap. Ik vroeg me net af, waarom maak ik dit thuis niet? Het is zo gezond. Toen nam ik een slok, dacht ik, oh ja, ik weet het. Ik ben net het café uitgelopen en loop weer tegen vette street art aan. We gaan nu de straat uitlopen en eindelijk even naar de... naar de kerk. Deze kerk is echt cult. Zie je deze lampjes hier? Ze hangen dus ook binnen. Helemaal in het plafond. Er zitten allemaal kerstlampjes om beelden van Jezus heen. En het is geweldig. Het is, maar weet je waarom? Het is niet bedoeld zeg maar om de spot ermee te drijven. Deze mensen vinden dat oprecht gewoon heel mooi. En het is gewoon hun manier om gewoon Jezus te eren. Ik vind het zo leuk. Beheerders zijn er tegen me. Oh, je mag binnen foto's maken. Je mag binnen ook wel filmen. Maar jullie weten net, op heilige plekken, of tenminste plekken die voor andere mensen heilig zijn, vind ik het gewoon niet cool om te filmen of foto's te maken. Vet schattig. Zie je die meisjes hier achter mij? Die spraken me dus net aan. Hi, how are you? What's your name? Bla bla. Kijk ook hun schattige schooluniformpjes. Echt adorable. Ze zijn zo schattig. Ik ben weer bij Teapot.
Wat een zalige plek is dit om een boekje te lezen. Ik ga vandaag proberen om Chantram uit te lezen. Ik heb een ananas lassi besteld. Dat is yoghurt met bijvoorbeeld geblend met ananasstukjes. Je hebt ook bijvoorbeeld een gember variant of kardemom of vanille of whatever. Ze maken gewoon een drankje met yoghurt en dat geeft ze dan een smaakje. Of je kan een plain lassi bestellen. Ik ga me hier helemaal suf aan drinken. Ik heb een aubergine curry besteld. En ik heb hier paratha rotis. Dit is echt geweldig. Dit is Mansoor. Hi. En hij is dus een chef uit een super, super klein dorpje in Kerala. En I'm just telling your story. En hij kwam dus eerst hier werken bij een hotel. En toen ging hij naar Goa toe. En zijn droom is dus dit. Dit is echt zo'n vet verhaal. Ja, dit is gewoon zijn keuken, zijn plek. Hij heeft hier 3 kamers waar je ook kan overnachten. Mensen die hier komen logeren, die maken dus tekeningen voor hem. Hij verzamelt dingetjes op Pinterest en dan gaat hij het namaken. Hij heeft net voor me gekookt. Oh, wacht. Hij heeft het allerliefste katje ooit. Kijk nou. Kijk nou. Hoe schattig. Kijk, zijn vriend heeft deze flessen geschilderd. En hier binnen. Dit is dus zeg maar de kamers. Oh, dit hebben ze ook helemaal zelf gemaakt. You made the tables also? Everything? Ze hebben gewoon alles zelf gemaakt. Dit is echt... Cake counter, but not finished. I want to put a glass. Oh. Then we just keep... Wow. Hij wil mijn eigen bar maken. And I want to buy oven also. Ja. This is my dog. Wow. Oh, wait. Let me just... Ik moet mijn schoenen uitdoen. Dat is standaard hier. Een Australisch meisje die zijn eerste gast was, heeft dit voor hem gemaakt. He's staying 10 days. Wow. Because I just started a guest house. Ja. He said I want to stay here 10 days. Ah, oh, zo lief. Omdat hij dus net een guest house was begonnen, zei ze, weet je wat, ik blijf hier wel 10 dagen. En toen heeft ze dit voor hem gemaakt. So, wow. Germany, America. Wow. What? Wait, wait, wait. Is this Heisenberg? No, it's not. Oh, but it looked like it a little bit. Oh, die is ook vet. That one's really cool. I love that one. Dit is dus zijn guesthouse, Paradise Inn. Hij staat op Airbnb, mocht je hier naartoe willen. Dit is echt awesome. Kijk nou, zijn droom. Echt heel tof. Wow, dit was zo'n inspirerend verhaal. En echt zo'n... Hij is zo lief, zo lief. Ik wou echt in al mijn enthousiasme. Ik zei, ik kom morgen weer. Ik begin zeg maar overmorgen met de yoga teacher training. En dan eet ik daar dus ook. En dan is het eigenlijk ook niet de bedoeling dat je ergens anders gaat eten. Maar... Dus ik zei, nee, ik kan morgen dus nog buiten de deur eten. Dus ik kom zeker hier weer eten. Ja, weet je, ik vind het gewoon tof wanneer mensen hun dromen waarmaken. En ik wil het ook zeker supporten. En toen wilde ik dus weglopen. En ik was al buiten. En ik dacht, ik zo... Nee, ik ben vergeten te betalen. Ze zei, nee, geef niet. Je komt toch morgen weer. Het maakt niet uit. Blabla. Ik zo, hoe bedoel je? Maakt niet uit. Ben je helemaal gek geworden of zo? Dus, nou, echt zo schattig. Oh, weet je hoe dat katje trouwens heet? Ik ging echt helemaal stuk. Hij heet dus Dudu. Dus ik begon echt zo te lachen. Ik zo, huh? Weet je wel wat in het Engels betekent? Zei hij, nee, niet dat, niet dat. We hebben het niet daarover. Vet grappig. Dit was zo leuk. Echt te leuk om zomaar zo'n piepklein restaurantje binnen te lopen en zijn verhaal te horen. Geitjes, overal geitjes en babygeitjes. Kijk nou. Kan je straat oversteken, ja? Kijk ze nou. Mini geitjes. Kijk hoe schattig. Oh, gossie. Ze waren net ook helemaal geschrokken van riksja's die langs reden. Nee, ga snel weg. Run, little goat. Komt hier weer een riksja aan. Ze zijn zo schattig. Je ziet allemaal regenboogkleurtjes. Wat betekent dit? Nee, ik denk dat de arme GoPro helemaal dood is. Maar ja, zoals ik in mijn metroartikel ook al zei, hier moet je gewoon rekening mee houden dat dingen stuk gaan. Dat je misschien beroofd wordt van iets of zo. Dus ja, daarvoor heb ik ook weer een apart potje opzij gezet. Oh, gossie. Rip GoPro. Morgen is de laatste dag voordat ik aan de yoga teacher training begin. En ik ben van plan om naar een mall te gaan. Mijn wildste dromen over Indio komen uit in deze bus. Het is echt te gek voor woorden wat je ziet. Dankjewel voor het kijken. Abonneer je als je dat nog niet hebt gedaan. En tot morgen.